9 uur vanmorgen in Volkstone. Tommelijn heeft een onderhoud met het management van Seaborn Fright, iets waar hij bij zijn aanstelling als burgemeester meteen om gevraagd heeft. De firma is al meer dan een jaar bezig met de voorbereiding van een nieuwe vrachtferrieverbinding tussen Ostende en Ramsgate. Meer dan een uur lang heeft de Oostense delegatie samengezeten met de Britse firma Seaborn Freight. De bedoeling was uit te zoeken wat de realistische mogelijkheden zijn op de echte ontwikkeling van een nieuwe ferriedienst tussen Oostende en Ramsgate. De eerste deadline voor de opstart is al meer dan een jaar verstreken. Ook Tommelijns voorganger, Johan van de Lanotte, heeft steeds gezegd dat de haven van Ostende klaar en voorbereid is, maar aan de Engelse kant verloopt het duidelijk moeilijker. Bij Seaborn Fright is de pers in elk geval niet welkom. Voor burgemeester Tommelijn is het een eerste kennismaking op zijn vraag. Het is duidelijk dat die met alle, met alle overtuigingen een verre lijn willen in Oostende. Dat ze dus heel vragende partij zijn om die lijn Ramsgate-Oostende ja, te starten. De Oostendse burgemeester wil het verhaal van seaborn Fright alle kansen geven. Maar in het Verenigd Koninkrijk rijzen twijfels bij hun geloofwaardigheid. Ook in Ramsgate zelf en zeker ook bij de nationale pers. A new line between Ramsgate and Ostend would be absolutely terrific. Uh, Ramsgate would be all in favour of a commercially viable long-term ferry service between the two towns. We think it would be wonderful for both towns, but we do not believe seaborne Freight can deliver that service. Tommelin overlegt ook met de regionale overheid en klinkt achteraf erg op zijn hoede. Toch wil hij de ferryverbinding niet hypotekeren met kritiek. Het is duidelijk dat ik garanties wil van een maatschappij die op het eerste zicht nog niet over de financiële middelen beschikt en ook nog niet over de schepen beschikt. En, uh, dus uh, ik wil eerst garanties en uh, zolang ik geen garanties heb, worden er geen contracten getekend voor een verre lijn. Opvallend is hoe dan ook dat Seaborn Fright veel deadlines liet passeren, nagenoeg onbereikbaar is en blijkbaar een heel moeilijke relatie heeft met de pers. Ook wij konden hen niet voor de camera krijgen.